Dit is de Sintflits. Ik ben hier in Rotterdam bij Ahoy, want het komt er weer aan. Het feest van Sinterklaas. Natuurlijk ga ik weer backstage om te kijken hoe het gaat met de voorbereidingen, de repetities, de artiesten, de pieten. Maar hoe moet ik er precies komen? Wegwijs, Piet! Goed dat ik jou zie. Ja, dag. Lukt het allemaal hier? Wegwijs. Ja, Leon. Ja, het lukt. Oh, Leon. Ja, ja. Ik ben op zoek naar het feest van Sinterklaas. Kan jij mij de weg wijzen? Dat is hier. Kijk, ik ben hier om alle auto's te laten parkeren. Ze moeten. Als jij naar het feest van Sinterklaas wil, dan raad ik je aan de trein te nemen. Eerst naar Leiden, dan stap je erover naar Gouda, dan Den Haag en dan ga je over de A15. Kom je vanzelf bij Ahoy Halle. Ja. Ja. En hoe kom ik dan binnen? Dan neem je deze deur. Oké. Maar daar mag jij niet in, dat is alleen voor de artiesten. Ja, maar. Ja. Kijk, hij gaat nu. Nee, nee, jij mag niet naar binnen. Ja, maar ik moet echt naar binnen. Het is alleen voor de artiesten. Maar als je niks zegt, loop dan met mij mee. Ik loop met weg. Ja? Ik ben heel. Ja. Oké. Oh, je moet even wachten. Nee, maar kijk, wegwijs, Pieter. Ja, kijk, ik ben natuurlijk hier voor de backstage, dus ik kan... Ik begrijp het, nee, sorry. Dat kan echt niet. Nee, sorry. Het gaat niet... Moet ik toch een andere ingang zien te vinden. Ja, neer! Goed geregeld, hè? Nou, ik ben binnen. Vraag niet hoe, maar volgens mij zit ik goed, want ik zie hier overal versiering liggen. En dat... Ja, zeker. Ja, ja. Dit is zo'n karretje dat ze gebruiken in de parade bij het feest van Sinterklaas. Geweldig. Helemaal goed. Ik ben binnen. Ik ga op zoek naar alle Zwarte Pieten en alle artiesten die hier zijn. En jullie kunnen ondertussen gaan kijken naar een nieuwe aflevering van Witch. Tot straks! Dit is de Sintflits. Ik ben nog steeds backstage bij het grote feest van Sinterklaas. Alle repetities en voorbereidingen zijn in volle gang. En Koele! Hey, ik moest jou net hebben. Want? Het is heel grappig, want Muziekpiet gaat zingen, hè? Maar het is eigenlijk voor het eerst. En ja, zo, dat dacht ik eerst ook. Maar ik wil hem een beetje helpen, want ik heb natuurlijk al wat meer ervaring. Oké, ik denk dat hij me een beetje aan het knijpen is, want ik vind hem nergens. Weet jij waar hij is? Ik heb hem niet gezien. Heb jij muziek nog niet gezien? Ik zit echt... Leon, volgens mij verstopt hij zich. Hij is zo bang als een kleine muis. Als ik hem zie, dan geef ik aan hem door dat jij hem zoekt. Ja, doe dat maar. Dan help ik hem en dan dat zou helemaal tof zijn. Komt goed. Ja, verder alles goed met je? Alles lekker. Je ziet er wel lekker uit. Helemaal een mooi kleurtje. Okay. Goedendag, Job 5. Hallo. Is het een beetje gezellig hier? Ja. Hey, luister, even kort vragen. Ik ben op zoek naar Muziekpiet. Jullie enig idee waar die is? Muziekpiet? Muziekpiet. Muziekpiet. Nee. Jammer. Even iets anders. Fever, jij bent jarig. Ik ben jarig, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Is het nou extra spannend op je verjaardag? Een beetje misschien. Ja? Een beetje jarig ben natuurlijk, een beetje speciaal. Ben je dan niet extra zenuwachtig? Nee, niet echt. Nee, we doen het met z'n allen en het gaat hartstikke goed, toch? Ja. Hey, hoe bereiden jullie je nou voor? Hoe bereiden we ons voor? Ja. Zien of... Nou ja, ik moet ook Muziekpiet nog zoeken. Dus even heel kort. Even heel kort. Dan moeten we wel staan. Ja, heel snel. Job 5. De voorbereidingen. Weet iemand hoeveel sterren er zijn? Ik raak zelf steeds geteld kwijt. Omdat er zoveel aan de hemel staan. Tadam. Ik ben alleen en ik voel me zo klein. Is er misschien één die op mij schijnt? Hey, als jij weet welke wijze maan. Doeg! Dit is de Sintflits. Ik ben nog steeds backstage bij het feest van Sinterklaas. En ik ben op zoek naar Muziekpiet. Dit is de kleedkamer van Prof Piet. Prof Piet heeft wel zin in kop met Sorry dat ik je stoor. Sorry. Ik ben op zoek naar Muziekpiet. Muziekpiet? Heb jij enig idee waar ik hem kan vinden? Nee, bij compliment helemaal niet meer besmet. Maar zeg, la. Maar ik moet hem echt hebben, want hij moet ook zingen en hij is weg. Hij zingen? la. Je doet het goed zoals het moet nu nog je pa en ma. Hartelijk dank. Zal ik dan een intelligente vraag stellen? Ja, als u dat kunt, ja. Prof Piet, hoe bereid je je nou voor op dat zingen? Uiteraard om mee te concentreren en af en toe een paar daaropels
slim uit drank te drinken. Hè? Door mijzelf ontwikkeld. Speciaal Prof Piet gepatenteerde slim drankdruppels, neem ik dan, hè? Uiteraard. Wilt u er een paar misschien? Nee. Dan kom ik helemaal tot rust door diep na te denken. Hè? Ja, moet je kunnen natuurlijk nadenken. Ja. Moet je kunnen. Ja. Oh, la, 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 dus la, la. Verder. Profiet heeft er zin in, kom maar mee, doe maar mee. Maar ik moet nog wel de muziekbeat vinden. Oh. La, 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 la. Je doet het goed zoals het moet. Nu nog je pa en ma. Oh, 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 oh. Hij zegt, ga nou weg. Ik ben het repeteren, hoor. Oh. Dit is de Sintflits. Het begint hier spannend te worden, want iedereen is druk bezig met het feest van Sinterklaas. Vanmiddag om 4 uur is het zover. Dan moet het allemaal gaan... Wegwijs! Huh? Wegwijs! Ik heb het er net over met de kinderen over de show. Ben je er helemaal klaar voor? Ja, nee, ik ben er niet helemaal klaar voor, want ik mis nog iets. Maar dat ligt in mijn kleedkamer en ik ben vergeten waar mijn kleedkamer is. Ik weet waar de kleedkamer is. Ja? Recht zo die hoorstel geweest? Gaat. Hoe? Recht zo die gaat en dan hier, kleedkamers. Oh, komt allemaal goed? Dankjewel. Alsjeblieft, Legwijs. Kunnen we tenminste op tijd beginnen? Ja, precies, dat is wel belangrijk. Weer een goede daad gedaan. Oké, ik moet nog steeds natuurlijk muziekpiet hier wel ergens zien te vinden. Zo gaat het niet goed. Hé, Brijs! Hé, even mijn broek vast maar. Dan ben je zo zenuwachtig, ja, of niet? Ja. Oké, het feest van Sinterklaas. Ja. Je moet zo optreden. Ja. Hoe bereid jij je nou voor? Ja, een beetje mediteren, zoals De rust zoeken. Rust zoeken in je eigen lichaam, ja. Zodat je ontspannen op het podium staat. Ja. Oké, goed. Hey, ik zoek Muziekpiet. Muziekpiet is niet te vinden. Ik ben al een tijdje op zoek. Heb jij hem gezien? Ik zag hem voor de laatste keer. Dat was in de bar. Zag ik hem net voor de laatste keer. In de bar? Ja. In de bar, ja. Ik ga op zoek naar de bar. Hey, dankjewel. Ik moet even poepen. Ja, succes. Oké. Hoi. Hoi. Dit is de Sintflits. Nou, ik ben nog steeds op zoek naar de bar, want daar schijnt muziekpiet te zitten. Verder gaat het hier allemaal lekker. Iedereen staat Ik hoor. Test en koelen. Hallo. Nee, alles goed je te zien. Beetje zenuwachtig of niet? Nou, wel een beetje eerlijk gezegd hoor. Ja. Best wel, die zenuwachtig. Ja, ik ben een beetje wel spannend. Zoveel kinderen. Ik ben cool man. Ik ben cool. Zag je wat zeggen? Hij staat in de Kids Top 20. Ja? Op nummer 1. 1? Echt waar? Hey, goed. Vindt, ik dacht ook mijn naam te veranderen in Lange Cool of Baas Cool. Baas Cool. Cool. Baas C. Niet? Blijf gewoon jezelf. Maar het is toch cool? Ze weten nu wie je bent, Coole Piet. En dan krijgen ze... Gewoon blijven normaal maar laten. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, ik heb ook een liedje alleen en ons liedje samen gaat ook best lekker. Wel goed. Ja, maar ja. Om nou mijn naam te veranderen, ik ben maar gewoon Tess Piet hoor. Dat verandert echt helemaal. Zijn dat sterallures? Nou ja, hij is natuurlijk wel cool. Ja, dat is waar. Dat is wel zo. Dat is waar. Zeg, maar nog even, ik wil nog een keertje dat liedje bij. Wil je nog een keer horen? Ja. 1, 2. En eentje. Wij zijn Pieter en Leon. Pieter voor altijd. Dat kan natuurlijk ook. Doe je mee? We zijn Pieter en Leon. Ja, hey. Leuk, oké. Maar hij is geen Piet. 1, 2. Ja, dan pak ik. Wij zijn Pieter en Leon. Leon. Voor altijd. Ik vind het leuk. We hebben een hit. Jullie kunnen trouwens gaan kijken nu naar de Kids Top 20, hè? Ja. Op nummer 1. Tot straks! Hoi! We moeten nog wel even dat dansje doen. Wij zijn Pieter. En Leon. Pieter en Leon. Dit is de Sintflits. Hey, leuk dat je nog kijkt. We zijn nog steeds backstage bij het feest van Sinterklaas. En ieder jaar wordt er tijdens het feest van Sinterklaas ook een prijs uitgereikt. Dat is de prijs voor de kindervriend van het jaar in samenwerking met Stichting Opkikker. Dit jaar hebben jullie weer kunnen stemmen op zx.nl. En dan kan er maar 1 de meeste stemmen hebben. De kindervriend van het jaar 2005 is geworden Karel Bruinenberg. Yeah. Karel, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dat is een verrassing voor je. Ja, heel goed. Ja. Absoluut. Bij het winnen van deze titel hoort ook nog iets anders. Piet heeft daar voor jou dit cadeau. Je mag hem ook meteen uitpakken. Oké. Heel spannend. Ja, dat is... Oh. En wel, ja.
Tijdens het uitpakken, je werkt bij de NUSO, of je bent vrijwilliger bij de NUSO? Ik ben al 40 jaar vrijwilliger. 40 Tenminste, jaar. 40 jaar werk ik al met kinderen. Met kinderen, en dat heeft met speeltuinen te maken en de speeltuinpromotiebus die jij rijdt. Ja. Ongelooflijk. Ja. Nou, deze is voor jou. Kijk, laat hem ook even zien. Oh, geweldig. Kindervriend van het jaar 2005. Ja. Gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. Oké, dankjewel. Oké. Ze zijn hier hard aan het repeteren voor het grote feest vanmiddag. En hier zijn ook Lange Frans en Baas bij. Hallo. Hallo. Hoe bereiden jullie je nou voor zo'n spektakel? Een beetje uitslapen toch wel. Zorgen dat je fit bent, want we moeten toch knallen. En heel veel pepernoten eten. En thee drinken. Thee drinken, is goed voor je stem? Ja, ook. Ja. Hey, hebben jullie nou je schoen al gezet? Ik zou zeggen, ik heb een maat 48. Vandaar dat jij die pepernoten hebt. Weet je hoeveel er in deze schoen kan, jongens? Daarom, je moet ook altijd de schoen van je vader of je broer nemen. Een lekkere grote schoen, dan krijg je altijd meer. Hey, perfect. Vanmiddag gaat het helemaal lukken? Ja, het komt helemaal goed. Oké, perfect. Ik ben op zoek naar muziekbeat. Ik ga verder. Jullie kunnen thuis ondertussen gaan kijken naar de muziekspecial van de Club van Sinterklaas. Dit is de Sintflits. Elise, zou ze dus echt zeggen. Elise, ze is er. Hoi. Hoe gaat het hier? Oh, je ziet nog helemaal in de visagie. Ja, joh, ik word hartstikke mooi opgemaakt hier. Hey, spannend. Hey, ben je zenuwachtig? Nou, ik ben best wel zenuwachtig. Natuurlijk ook om Sinterklaas te zien, maar ook gewoon voor het optreden. Nou, hoe bereid jij je nou voor zo'n optreden voor de Sint? Ik moet goed inzingen. Natuurlijk dat mijn stem goed klinkt. Dus ja. Dan voor de Sint staan, ik sla over mijn stem. Dat is natuurlijk geen plan. Dat kan absoluut niet. Hey. En ik probeer gewoon ook hier heel erg goed gedragen voordat de Pieten me zien. En die zien je, hoor. Dus dat hij dat aan Sinterklaas doorgeeft als ik dan op de toneel zat. Dat hij misschien denkt van ja. Okay. Hey, over Pieten gesproken. Ik ben op zoek naar muziek, Piet. Heb jij hem toevallig gezien? Muziek Piet? Ja. Ja. Die zit toch gewoon in de bar? In de bar? In de bar, ja. Daar heb ik hem zien zitten. Oké, in de bar. Ga ik er nu naartoe. Hey, succes voor zo. Ja, dankjewel. Ja, succes. Muziek Piet in de bar. We zijn nog steeds backstage bij het feest van Sinterklaas. Heel spannend hier allemaal. Daar is het podium. Hey jongen, waar is de muziek? Muziek Piet moet op. Hij moet nu zingen. Waar is die? Waar is die? Muziek Piet. Elise had hem in de bar gezien. Waar? In de bar? Nee. Ja, in de bar. Nee. Is hij nou helemaal gek geworden dat het lied begint? Ja, hij moet op. Een dronken Muziek Piet. Dat kan helemaal niet. Ga hem onmiddellijk halen in die bar. Wegwezen. Dit is de Sintflits. Het feest van Sinterklaas vanmiddag om 4 uur moet het allemaal plaats gaan vinden. Maar ik ben nog steeds op zoek naar Wat ben je nou aan het doen? Je hebt ik weet niet hoeveel glazen melk op. Koe, je moet de melk op. Ze zitten allemaal op je te wachten. Ik durf niet. Je durft niet, dit is je moment. Je wou toch zingen? Hier, weg met die meuk. Hups, kom op, we gaan. Uitspiet, wat is er aan de hand? Hij wil niet, hij moet zich voorbereiden. Meneer de artiest moet zich voorbereiden. Dus neemt een glaasje melk. Hij heeft al een heel elftal op. 7 pakken, kom op, we moeten nu echt gaan. Ik word er hartstikke misselijk van, Muziek Piet. Ja, beter misselijk dan zenuwachtig, ik durf niet. Je bent niet zenuwachtig, ontspan je! Kom op, we gaan, hier. Nou, oké, ja, hè? Ja, Oké, maar eerst plassen. Nee, ik word mannelijk begaan, hoor. Succes, ik hoop dat dit nog goed gaat komen. Nou ja, thuis kunnen jullie in ieder geval gaan kijken naar de Club van Sinterklaas. Tot straks. Dit is de Sintflits. We zijn nog steeds backstage bij het grote feest van Sinterklaas. En hier zitten Ernest en Bobby. En ik heb een verrassing voor ze. Ja. Hallo. Hallo. Even tussendoor. Ja, en even tussendoor. Hè? Ik heb een verrassing voor jullie. Een verrassing? Een verrassing. Oh, leuk voor Sinterklaas. Van Sinterklaas. Nee, ik ben Sinterklaas niet. Nee. Een verrassing, maar... Leon! Ik ga het niet meer uitleggen. Leon! Coole Piet! Verrassing. Luister, ik heb van Sinterklaas een verrassing voor jullie. En jullie weten nog niet wat het is. Een thermische deken! Nee, het is iets anders. Maak maar open. Wat is het? Ja, het is heel bijzonder. Wat zit erin? Verrassing. Maak open.
Maak nou ook, het is geen chocoladeletter. Wacht, dat vind ik leuk, Ernst. Het is een, even voelen, eerst voelen. Het is een... Haarkrulset. Nee, het voelt als een soort bakplaat. Nee. Het is een bakplaat. Nou, jullie houden hem vast en dan doe ik zo. Oké, 1, 2, 3. Wat is het? Hoppakee. Wat is... Ja? Voor de verkoop van meer dan 1 miljoen beeld- en geluidsdragers. 1 miljoen? Hebben die... Zijn ze populair? Hebben we die verkocht? Ja, die hebben jullie verkocht, ja. Vandaag? Nee, vandaag. In totaal! In totaal! Oh, in totaal! 1 miljoen! Echt waar? 1 miljoen, dat is... Ik tel hem even. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 10 keer 100.000! 10 keer 100.000! Oh, ik heb nog een verrassing! Ik heb nog een verrassing! Kom maar, ik neem deze wel even over, voorzichtig. Maar dit is heel... verrassing dat... Mag ik Ernst? Nee. Oh! Ja, alleen moet Ernst even zijn handen voor je ogen. Ja, handen voor je ogen. Handen voor je ogen, Ernst. Ja. Kom, en lopen. Ja. Kom, het gebeurt echt niks. Ja, verrassing. Waar gaan we naartoe? Ja, dat weet je nog niet. Ik wil mijn award. Ik wil mijn award. Hoe grappig dit. Ben je jaloers? Dit is de Sintflits. Het gaat nu echt bijna beginnen. Het feest is aan toch? En hier zit Sint. Oké. Jullie zijn hartstikke zenuwachtig volgens mij. Ja, we zijn heel zenuwachtig. Sinterklaas! Bereiden jullie hetzelfde voor als je zingt voor de Sint of voor een ander optreden? Is dat hetzelfde of is dit... Nou, voor de Slim is het toch wat spannender en zo, hoor. Ja. Ik wil laten zien dat we altijd doen als we optreden. Nou, doe voor de zenuwen. Ja, voor de zenuwen. Ja, gewoon even. Ja, gewoon. 1, 3. En daar word je rustig van. Ja, dan moet je duur niet voor. Je doet het maar een keer. Gewoon zo. Nee, jongens, oké, zet hem op. Jullie gaan straks rijden met die karren. Ja. Oké, helemaal top. Oké. Succes. Alles goed? Ja, alles goed. Iedereen is gespannen, hier ook alles lekker. Ben je klaar voor? Oké. Het gaat dus echt beginnen. Die karren gaan straks de zaal in en daar zitten al die kinderen. En daar ga ik nu ook naartoe. Het feest van Sinterklaas gaat bijna beginnen. Nou, in de karretjes heeft iedereen er zin in. Iedereen zit klaar. De zaal zit ook hartstikke vol. Ik ga daar zitten en jullie thuis heel veel plezier bij het feest van Sinterklaas. Hoi! Dit is de Sintflits. Bandenspanning, oké. Jullie zijn er al. Hey. Ik ben testpiet, maar dat weet je waarschijnlijk wel. En ik ben nu even het karretje aan het testen. Maar jij kan ook wat voor me testen. Wil je me helpen? Als je nou gaat naar www.jetix.nl, dan vind je daar een test. En ik ben dol op testen. En jij misschien ook. Vul het voor me in. Dan ga ik nu weer verder. Eens even kijken. Dat is vast het opstakje. Ja, vering is ook oké. Even kijken. Is deze slinger mooi? Ja. Nou,